persoonlijke assistent. Om te beginnen zeg je naam, luid en duidelijk. Anna. Hallo, Anna. Stel je vraag. Ik speel het beste vriendinnetje van Anna. En ik ben eigenlijk, wij zijn beste vriendinnen en ik duik. Dat is vooral kenmerkend aan mijn personage. Dus ik heb ook voor deze rol allemaal duiklessen moeten volgen. Ik speel de rol van Liesbeth in de film. En Liesbeth is een beetje in de war. Ja. Ik heb een hele kleine mysterieuze rol als docent op de academie waar een aantal van de hoofdpersonages studeren. Het is duidelijk en ook in... Ja. En je weet het, hè? Nee. 5 minuten. Go, koeken, nu. Kijk, als je de app niet hebt en je wil gewoon lekker naar de film en je denkt van ik ga die app niet downloaden, kan je ook nog steeds naar de film, want het is gewoon een hele toffe, spannende film. Maar het is wel echt een toevoeging. Je krijgt gewoon dingetjes gestuurd, foto's, filmbeelden, sms'jes, waardoor je de film steeds beter gaat begrijpen eigenlijk. Dus het is een hele leuke toevoeging. Ben jij een kutwijf, zeg? Hey! Ja, doe nou maar niet, ik ben naakt, dus ik ben onschuldig. Waar heb je het over? Hier. Kijk maar goed, want dat ben ik en wat een grap. Ik ben best verslaafd aan mijn smartphone. Ik dacht altijd van niet, maar ik raak toch wel aardig in paniek wanneer ik hem niet bij me heb. En als ik het moment dat ik dan zie, dan heb ik er allemaal dingen gemist en zo. En dan toch lichtelijk in paniek. Dus ik ben er redelijk verslaafd eraan, ja. Nou, ik moet zeggen, ik kan wel slecht zonder. Ja. Maar ik probeer er wel af en toe zoveel mogelijk zonder te doen. Ik ben heel verslaafd aan mijn smartphone. Ik heb zelf 673 apps op mijn telefoon. Ik heb het natuurlijk even gecheckt, want ik wist dat deze vraag zou komen. Totaal niet. Ik heb helemaal niks met apps. Ik vind het heel fijn dat ik kan zien hoe laat de bus gaat en dat ik mensen kan bellen en dat ik een beetje kan chatten. Maar dus verder zelf niet. Maar misschien komt dat na deze film wel, dat weet ik niet.